wat in Nederlands doen. Ik heb dat onlangs in het Engels gedaan, maar dat was zo slecht Engels dat iedereen er sprak. Dat ik misschien toch toffer is van in het Nederlands te doen. Oké, als Wenke mij vroeg voor hier te komen spreken en het thema was taal, dan heb ik even getwijfeld, omdat dat nu net iets is waar ik zeer onzeker in ben. Maar met erover na te denken, dacht ik van, misschien kan ik toch interessante dingen vertellen. Het moest ook niet te lang duren. Dus. Maar ik ben erover nog aan nadenken. Het is wel grappig dat Hannes hier was, over dyslexie. Omdat ik zag onlangs op Canvas een programma met Stefan van Vleteren, de fotograaf. En die vertelde ook dat hij een erge vorm had van dyslexie. En omdat hij daardoor eigenlijk van jongs af aan in beelden is gaan denken. Waardoor hij getraind was om in beelden te gaan denken. Bij mij is dat met taal altijd al zo geweest. Dat zijn voor mij te veel woorden. Dat is niet echt dyslexie of zoiets. Dat heb ik niet, denk ik. Maar wel, er is te veel keuze. Als ze mij vragen van, schrijf eens iets, al is het een bio of ik weet niet wat, dan zie ik alle woorden die er bestaan. En dan weet ik eigenlijk niet hoe ik er moet aan beginnen. Dus ik voel ook zo in mijn werk, of als wij dingen doen, ik ben pas op mijn gemak als ik al keuzes heb gemaakt. Als ik eigenlijk, hoe zeg je dat, mijn wereld wat kleiner heb gemaakt. En dat ik eigenlijk een soort van comfortzone zit. Dat is eigenlijk, als er een nieuw opdracht bij ons binnenkomt, ben ik de eerste dag echt slechtgezind. Omdat ik denk dat ik dat niet ga kunnen. Totdat ik dat een beetje kanaliseer. En dan lukt dat wel. En als dat dan is, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, een folder voor gehoorapparaten, wat dat dan het eerste zicht niet zo interessant is als een nieuw tent op Werchter, wat dat dan meer rock'n'roll is. Maar als ik dan mij erop focus, dan vind ik dat wel heel plezant en dan zit ik wel in een comfortzone. En met taal heb ik dat niet, dat is te, voor mij te uitgebreid. Maar toch zijn we er natuurlijk heel veel mee bezig. Ik denk dat ik vooral dat ik me eigenlijk getraind heb om op een andere manier dan met woorden een simpele manier van communicatie te zoeken. Als ze mij iets vragen voor een opdracht, om eigenlijk in één beeld of in een paar beelden dat te communiceren, dat we daar eigenlijk sterker in zijn. En ik gebruik natuurlijk ook heel de tijd veel letters. Dat zijn eigenlijk het gereedschap om te communiceren. En ik denk dat ik daar wel, ik heb me eigenlijk er lang in gestudeerd en nog altijd. Ik vind het eigenlijk heel belangrijk met letters bezig zijn en welke letter straalt, welke gevoelens uit en hoe kunnen we ermee spelen. Is dat te zot, is dat serieus? Een heel interessant ding vind ik ook altijd, hoe ver kun je eigenlijk gaan met die vormen van letters. Want op een bepaald moment kun je het niet meer lezen. Een A is een A en je kunt dat wel blijven vervormen, maar op een bepaald moment is dat onleesbaar. En is dat niet meer interessant. Wat ik eigenlijk doe is, als ik nu straks naar huis ga, want ik las dat op dat papiertje dat ik in de ochtend mens was. Bij mij in het fietsclubje moesten ze ermee lachen omdat ik altijd te laat kom. Maar eigenlijk is dat toch waar. Ik zit heel graag in een stad. Als een stad ontwaakt, dat vind ik fantastisch. Omdat, misschien komt dat ook omdat we Werchter, dat festival, daar zijn ze eigenlijk heel lang mee bezig. En er komt dan, 80.000 man op af. Ze zijn er helemaal lang mee bezig voor dan iedereen daar te krijgen. Dat is goed georganiseerd. Eigenlijk als je zo in Brussel of Parijs of Londen, zo'n steden, is dat eigenlijk elke dag dat iedereen er binnenkomt. Er zijn broodjes en zo voor iedereen, alles is er. Ja, dat is zo. Eigenlijk is dat daar. En dat fascineert me, dat dat elke dag opnieuw begint. Dus ik kijk dan altijd rond. En ook naar letters en hoe dat mensen met letters opgaan. Waarom dat je keuzes maakt voor letters, zeker in het straatbeeld, dat vind ik heel interessant. Ik denk dan ook, dat is misschien mijn achtergrond als grafisch ontwerper, en dat je rekening houdt met wat kost dat, zo'n neon. En waarom pak je dan een bepaald fond. En voor dat hotel, er zit er met een funky hotel uit. Of hier was ook zoiets, dat vond ik wel grappig. Dat valt me dan op dat die R eigenlijk niet echt erbij past bij de rest. Maar dat blijkt dan een stuk van van de koe te zijn. Of deze ook, dingen dat ik zag, dat zijn ook mensen die aan het communiceren zijn dan. Er mogen geen honden binnen. Maar er was ook geen geld voor een plaatje te gaan halen. En die net dan... Allee, het is duidelijk, hè. Ik kan dat zien. Er is over dat er geen honden binnen mogen, omdat hij een hond getekend heeft. Dat is toch duidelijk. Die
het feit dat die rode streep gaat zelfs niet door die hond. Die gaat mistig erachter. En toch is dat heel duidelijk. Dat intercept me dan van, ah ja, oké. Okay. Dat is ook iets dat ik gezien had ergens. Hè, dat gewoon door daar Afrika in te zetten, krijgt die slechte muur veel meer betekenis. Ja, dat is, dit is van Julien Key, Belgische ontwerper. En dat vond ik, dat heb ik altijd heel schoon gevonden wat die mensen maakten. Omdat dat zo simpel is en zoveel sfeer heeft en eigenlijk zoveel zegt. Die gebruikt dan totaal geen woorden. Ik denk dat je dat nu in de reclame niet meer kunt inbeelden dat dit nog zou kunnen. Denk ik. Ja, dat zijn zo die zaken van Paul van Ostaaien die dan echt met letters, ik denk een van de eerste was die zo met die letters begon te spelen en probeerde dat ook te doen. Dit is een ontwerp dat we gemaakt hebben voor de Rovers. Hier heb ik eigenlijk al een tekst van het toneelstuk op dat affiche gezet. Dus je zou eigenlijk, als je echt voorbereid wilt komen, kunnen het stuk eerst lezen en dan gaan zien. Dus het is enkel, ik laat een paar dingen zien nu van ontwerpen dat ik gemaakt heb, waar we eigenlijk echt zo met de letters aan het spelen zijn en dat we eigenlijk weinig beelden gebruiken. Bijvoorbeeld in deze, dat was een blijspel dat erover zat gedaan. En ik heb hier zo eens, dat vond ik interessant, van hoe ver kun je gaan met je leesbaarheid van je letters, blokjes en cirkeltjes en marcheert dat nog. Of ten deze, ja, is dat iets lichter, maar dat is ook zo waaruit uw letters eigenlijk worden uw letters gewoon deel van het beeld. En eigenlijk zat er niet meer op. Ik gebruik daar eigenlijk geen foto's. Oei. Dit was voor onlangs overleden Telau. Dat was eentje die een mens. Ja, ik zeg dat ook altijd op Richter. Boekt voor mij voor dat affiche liefst korte namen. Dat is grafisch interessanter. Dus Ben Harper en de Innocent Criminals, dat heb ik niet graag, omdat dat dan kan ik daar geen schoon affiche maken. Maar toen dat ze belden voor die affiche voor Telau, ze legden op. Ik denk dat het snelste is dat ik ooit gemaakt heb. Ze legden op en zeggen, ja, Telau, dat check, en stond erop. Ik heb dat niet gezegd, hè, want dan. Dan zit het te duur, hè, je direct. Oei. Dat is voor het paleis hier in Antwerpen dat we zo zaken maken. Ook eigenlijk heel veel altijd ontspelen met die letters. Dit jaar is het anders. Vorig jaar hebben we eigenlijk altijd met een caliber gewerkt, één lettertype. Dus we hadden, waarom hebben we dat gedaan? We zochten eigenlijk een soort huisstijl, zonder dat het een huisstijl is, omdat je met verschillende regisseurs moet werken, die allemaal eigen en andere en frisse ideeën hebben. En ook omdat dat huis wel naar buiten wilt komen, ja, je moest er iets in hebben. En we hebben gezegd van oké, laat ons gewoon één lettertype pakken waar we alles in maken. Deze was een poster die we hebben gemaakt voor Design Vlaanderen. Die hadden gevraagd aan een aantal ontwerpers om iets te maken. En dat was met een chique receptie in Brussel, met allemaal designers. Dus een beetje de slechte plaats voor het te zeggen misschien hier. Nee, maar dan is iedereen heel belangrijk en iedereen is goed bezig. En ik dacht, ik maak iets, iets Frans-achtig dat eigenlijk. Dus iedereen stond ervoor, ja, we wilden hem zeggen en zo. Ja, zo. Lezen is. Maar als je het hardop leest, dan zie je dat het Lierke Plezierke is eigenlijk. Dat er staat. Dit is een affiche. Ja, dat was een vraag van het Nederlands Popinstituut en het Vlaams Muziekcentrum, die een avond organiseerden in Berlijn met groepen. Twee Nederlandse, twee Belgische groepen. Maar die hadden geen centen, of die hadden niet zoveel geld. Het moest een heel goedkope manier zijn voor die show aan te kondigen in Berlijn. Waar dat op die moment heel veel, iedereen wil daar zijn affiches maken, ophangen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in één kleur een affiche gemaakt voor de Nederlanders. In een andere kleur, in blauw, voor de Belgen. En dan aan een drukker gevraagd, drukt die twee kleuren nu of doet dat erbij? Dus dat kostte eigenlijk niks. En dan hadden ze eigenlijk ineens een heel reeks voor geen geld. Allee, voor geen geld. Weinig geld. Oei. Deze is ook misschien is leuk om te laten zien. Dat was dus de 0-10-actie hier in Antwerpen onder andere. Hadden ze gevraagd voor iets te doen. En dan moesten ze echt communiceren
De titel van het project is ook de datum. Dus die hebben we voor de rest niet meer opgezet. Het was 1 oktober 2006. Dat kwam natuurlijk ook wel in de media heel veel. En dan was eigenlijk de bedoeling van iets te maken dat heel hard gekopieerd mocht worden en kon worden. En dat iedereen dat zou kunnen doen zonder dat je dat altijd je logo moet opsturen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon eigenlijk een Helvetica Bolt, wat dat iedereen wel heeft. Je typt die achterin. Je zet de eerste twee in zwart en de 10 zit in het rood. Waarom zwart en rood? Omdat dat volgens mij kleuren zijn die voor iedereen vrij duidelijk zijn. Als je zegt, doet dat in blauw en groen, dan denk ik dat er veel meer tonen zijn van blauw in mensen. Van, oh, nee, ik vind dat blauw, ik vind dat donkerblauw, lichtblauw. Terwijl rood en zwart is altijd hetzelfde. Het is niet altijd hetzelfde, maar als je dat zegt aan mensen, dan... Oké, en dit is een... ik doe net omdat die van het museum hier zijn. Dat was heel interessant. Nee, de vraag was, dat is een tentoonstelling die is nu gedaan, hadden ze aan een hele hoop mensen gevraagd om een kunstwerk te kiezen, dat dan tentoongesteld werd. Het probleem dat zich daarbij stelde was dat je moeilijk één beeld kon pakken, want ze hadden heel veel mensen gevraagd en heel veel beelden, dus je kon er niet één dingetje uitpakken. En als je al die beelden zou pakken, zou de affiche niet meer werken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dan geprobeerd gewoon iedereen die meedeed, verbonden met het kunstwerk dat hem zou doen en daardoor eigenlijk een nieuw beeld proberen te creëren. Dus ook enkel dan met letters zonder beeld. Oké. Kunnen we dat lezen? Ja. De Mas-medaillon. Dat is iets... Dat is, in het Mas hebben we zo die medaillons gemaakt die 3000 keer terugkomen binnen het gebouw. Je hebt buiten die handjes, je hebt van binnen die medaillons. En dat was de eerste keer dat ik iets gemaakt heb. Dat was een combinatie. Ik heb dat ontworpen en Tom Lanois heeft daar een tekst voor geschreven. Dat ik zag dat je zo metaal, die was echt metaal om het ontwerpen. Dat heb ik nog niet meegemaakt. En zeker omdat ik daar, dan begin ik echt te freaken als ik zo van iets moet, alleen wat ik net zei, van schrijven en ik weet niet wat. Die mensen begonnen eraan en ik heb die presentatie, want daar moesten we toen presenteren in alle gehuchten in Antwerpen. Moesten we zo rondgaan met meneer Heilen. Ik heb die presentatie even teruggepakt. Dus wat ik wou doen, als Willem-Jan Uitling mij vroeg voor dat te maken, dacht ik van, oké, dat is een medaillon. Ik wou een putteksel, die je veel is in heel veel steden met eigen putteksels. Daar vond ik een interessant gegeven van, oké, we maken dat nu in het Mas in het klein, maar misschien kunnen we dat wel daarna in het groot doen. Echte putteksels. Dat is er nog niet van gekomen, daar moet ik nog wat voor gaan. Maar dat was wel de bedoeling. En ik ben dan, door gesprekken met de Willem-Jan Neutling, kwam ik op tekeningen van Palma Nova. En ik heb opgeschreven, ik vergeet zijn naam altijd. Van Scamozzi, dat is een architect, Scamozzi. Italiaans architect, die eigenlijk de ideale stad had gemaakt, 17e eeuw. En dat bestaat nog altijd. Dat is een Google Earth beeld van Palma Nova. Zoals het er vandaag uitziet, dat is nog altijd zo. En dat zou de ideale militaire stad zijn. Dat zou niet in te nemen zijn. Dus dat was dan de ideale stad. En ik heb eigenlijk die vorm gebruikt om als basis voor die medaillon. De verschillende grijswaarden dat je hier ziet, dat is eigenlijk naar de productie, de dieptes. Want dat wordt gegoten in metaal. Oké, dan bouw ik er eigenlijk een spreuk rond die... als supporter van de Beerschot heb ik er iets op gezet. Dat was eigenlijk meer voor duidelijk te maken wat dat is. Dat het eigenlijk zou moeten blijven doorgaan, dat dat niet stopt. Zonder begin en einde. En dan is vanaf hier eigenlijk de Tom Lanois die er mee begonnen is. Blackbear heeft dan een naam, zo'n spreuk, een kringspreuk. En hij zag dat dus inderdaad als een munt, een penning, een wereldbol. Deze eigenlijk vanaf nu is het eigenlijk een beetje zijn presentatie die ik ga proberen te doen. Hoe dat hij ermee begon. Dus hij wou dan een gedicht maken. En hij had... ik had dat van het Kiel had ik er zomaar opgezet. Maar hij was die letters wel gaan tellen. Dat komt zelfs nog terug. Dus hij had zoiets van 60 letters, dat moet het zijn. Dat vond ik al wel interessant in de zin van, ik zou dat niet doen. Ik ben er eigenlijk niet mee bezig. Als ze mij zeggen, jullie moeten iets maken, zijn wij nooit niet bezig hoeveel tekst dat moet zijn. We hebben zoiets van, ze krijgen dat er wel in...
Oké, okay, hij wou dat doen. En hij legde zichzelf een briefing op. Van, oké, okay, ik ga met tekst werken. Het moet gaan over historie en de stroom. Omdat het gebouw, het mas, dat is allemaal water rond. En het is eigenlijk allemaal zaken die daar bewaard worden van vroeger van de stad. Oké, okay, dan was er nog eentje, dat vond ik al heel interessant. Zegt, oké, okay, ik ga alleen maar proberen met zoveel mogelijk letters van Antwerpen te werken. Omdat het daarover gaat. Dus ik ga zeker geen andere klinkers pakken. Geen O, U, I, dat ga ik allemaal niet doen. Dus alleen de A en de E. En dan had hij vooral... hij vond de W's en de A's het belangrijkste. En dat weet ik eigenlijk niet waarom. Maar dat komt straks wel terug. Ik heb er wel iets mee gedaan. En dan zei hij van, ja, oké, okay, deze is mijn eerste woord, is waar. Zo begon hij eraan. Waar als plaats, maar ook waar in de betekenis van echt. Echt gebeurd. Of bewaar en koopwaar. Oké, okay, dan begon hij verder. Waar water. Hè? Waar als plaats, in dit geval. En water, de stroom, de haven, alles wat er rond het mas. Een echte haven, kon hij ook zien, ja. Dat zei hij dan zo. Hè. Dus een echte haven, waar water. Dan is het waar weer anders. Waar water waakt, dat vond ik heel schoon al, omdat dat dan echt over het mas gaat. Waar water waakt, dat ligt er echt rond. Water, wat er, kun je opsplitsen, later. Waar water waakt en wat er later. Dus, en nu zegt hem zo al 32 tekens. Dus, vond ik wel... Dat vond ik dan grappig, omdat hij dan eigenlijk... dat was echt zo'n ontwerpfase dat hij mee bezig, of een proces dat hij mee bezig was. En waarom zegt van, allee, nu, ik zit al in de helft. Ik dacht... Dus ik was, allee, als je dat leest, en ik dacht, oh ja, die inhoud is wel interessant. Maar die was toch ook bezig van, nou, nog, ik zit al in de helft, moet nog een beetje verder doen. En wat er later... Dit wordt iets te voorspelbaar zetten. Geen goede ontdekking. Goed idee doen we niet. Heeft eens een regisseur tegen mij gezegd. Waar water waakt en wat er... wat er waard was. Dat heeft hem gemaakt. Dus er zit er nog altijd geen enkele andere klinker in dan de klinkers van het woord Antwerpen. Waar water waakt en wat er waard was, later werd bewaard. Dat klopt ook nog altijd met wat het mes voor staat, denk ik. Al 55 tekens. Nood aan een scharnierwoord naar waar. Als. Waar water waakt en wat er waard was, later werd bewaard. Als. En dan... komt het ding van de kringspreuk, dat vond ik heel schoon. Nee, natuurlijk, precies 60. Want we hebben een spatieke. Mokte eigenlijk. Er komt een spatieke. En dan heb je, dit is eigenlijk het gedicht, waarbij de eerste waar als plaats is en de laatste waar, die dezelfde waar is, kun je volgen, is echt. Dus waar water waakt en wat er waard was, later werd bewaard als waar. Water waakt en wat er... Hè, dan kun je dan blijven en blijven lezen. Voilà, dus dat heb ik dan eigenlijk in die medaillon gezet. En dan, omdat hij zo freaky ermee bezig was met die taal, en ik was zo geïntrigeerd door dat gesprek, ben ik eigenlijk alle mispasseringen en zetten, heb ik proberen zoveel mogelijk de W's en de A's, omdat hij dat zo belangrijk vond, op de uiteindes te zetten. Niemand die dat ziet. Niemand is ermee bezig. Dat hoeft ook niet. Maar dat was, ik was zo getriggerd door hoe dat hij met zijn taal bezig was, dat ik ook nog... Ik was in principe al klaar, maar ik dacht van nee, dan kon ik ook nog een stukje doen. Dus, en dat is dat dan geworden. Dat zijn die medaillons. Oké, okay, ik ga wat voort doen, hè, want ze bieden moet er nog vragen gesteld worden. Nee? Okay. Dit is een ander project. Kunstenpunt. Een organisatie in Brussel, die dat is een aantal organisaties voor toneel, muziek en beeldende kunst. En die zitten samen. En het Kunstenpunt is eigenlijk een organisatie die tussen de politiek en de artistieke wereld staat. Dus als je vragen hebt, kun je eigenlijk daar terecht. Dat is een nieuwe organisatie. En die hebben dus een naam gekozen, Kunstenpunt. Die moesten een nieuwe naam kiezen. Het probleem was dat die Nederlands Kunstenpunt heette en dat die in het Engels niet verder kwamen dan Flanders Arts Institute. Dat is
iets anders dan bijvoorbeeld smak of bozar of mas of zo. Dat is eigenlijk korte woorden, die zijn in alle talen hetzelfde zijn. Om daar een logo voor te maken, was een beetje vervelend, omdat die woorden er ook anders uitzien. Het een is drie woorden, het is pak langer. En ze vertellen eigenlijk ook iets anders. Allee, ze vertellen, die kunstenpunt is, zo, is iets poëtischer, of wie zegt dat? Of wat? Wat ik dan gedaan heb, is omdat dat, ja, moest de ene logo hebben. Ik ben er eigenlijk ik heb er een alfabet voor gemaakt, die ze kunnen gebruiken. En eigenlijk die briefing vrij letterlijk gepakt. Namelijk, je hebt twee werelden. De politieke wereld en de artistieke wereld. En zij zitten ertussen. Zij overbruggen. Dat is echt briefingpraat. Maar er is ook heel veel in die wereld. Is natuurlijk ook, ze zijn ook op zoek naar verbeelding. Vandaar dat ik eigenlijk dacht van, misschien kan ik eens zien hoe ver kan ik gaan dat ik gewoon een stukje eruit laat. Dat ik de stuk van de letters eruit laat. En als het niet gaat, dan overbruggen we. En dus dit is dan eigenlijk het logo geworden van Kunstenpunt. Waar dat we dat in den huisstijl ook deze gebruiken. Dat was voor Canvas, hè. Ik was eerst. Hè. En deze is eigenlijk de Engelse versie van het Vlaanders Arts Institute, waar dat je dan, waar ik denk dat je toch ziet dat dat broer en zus is, dat dat toch één ding is. Als je dat ergens ziet, als je dat tegenkomt, kunnen er eigenlijk, dat gebruiken we dan zo. En eigenlijk kunnen we er heel ver in gaan, vanaf dat dan gemaakt had, kunnen we er eigenlijk in blijven doen. Wat we willen is dat eigenlijk ook een huisstijl geworden. We zijn nu met de signalisatie bezig van dat gebouw. En je kunt er eigenlijk ver in gaan tot en met de wc's en zo. Heb ik ook zo die dingetjes gemaakt. Dus dat was eigenlijk wel interessant. Het is niet echt een logo dat je maakt, het is meer een stijl voor te communiceren. Oké. Dan wil ik nog heel even van Rock Werchter laten zien. Dat gaat dan voor mijn part gaat dat veel over een beeldtaal die gemaakt is. Dat was in 2007, dat had ik dat al een aantal jaar mogen doen. En toen heb ik eens gevraagd, kan ik eens even dat festival herbekijken? Want je begint altijd met deze, dat is een hele grote poster, die dan in de stad, dat is een teaser. Maar dat is natuurlijk, dat festival gaat veel verder dan een poster. Er is ook zoiets, wat is dat eigenlijk, dat festival? Er zijn enorm veel doelgroepen. Er zijn mensen die technogasten, hardrockers, noem het op. Als ik het nu zeg, zijn er misschien al vijf doelgroepen bijgekomen van muziekstijlen en zo. En toch moet iedereen zich er een beetje goed in voelen. Een algemene deler, denk ik, dat is dat de vakantie begint en iedereen is content en voelt zich jong. Dat is eigenlijk dat. Ik ben dan eigenlijk... Toen, in 2007, heb ik iets geprobeerd. Ik dacht, van misschien moet ik communiceren met hele simpele beelden, die ik helemaal niet heb uitgevonden. Maar gewoon dingen door de combinatie eigenlijk. Hè, van dat hartje met dat sterkje, met dat motsteken, met die beentjes, die kwaai ogen. Eigenlijk op die manier dingen maken. En we kunnen die eigenlijk, een kleurrijk geheel, kunnen we die eigenlijk terug laten komen in alle soorten van communicatie. Je hebt eigenlijk advertenties die je moet maken met een aantal namen, als dat opbouwt, gelijk dat dat nu is bijvoorbeeld. En dan die poster met alle namen, wat eigenlijk veel te veel namen zijn voor op een poster te zetten. Maar dus je moet eigenlijk een manier zoeken om... dat ook nog interessant is, want hoe lang duurt dan een poster op straat? Denk 2-3 seconden dat je dat nog ziet. Als je in het wc gaat, zo'n poster, dan zie je er veel langer nog. Oké, dit is eigenlijk dan doorgetrokken naar allerlei zaken die we dan... gemaakt hebben. Dat gaat echt heel ver. Eigenlijk moeten zo alles. Ik denk zo'n goede huisstijl is een huisstijl waar dat je geen last mee hebt. Dat je zo kunt blijven gaan, alles wat dat ze vragen. Want deze dan eigenlijk podium. Daaronder had ik die dingen zo eens gezet, dat was zo afgekeken van de Champions League. Als ze dan foto's pakken van die groepen, dan zie je. Dat was van onder, dat zijn zo de screams. Je ziet het van achter hangen. Dus dan konden ze zien dat er ook Werchter was. Zit er allemaal in het klein. Tot de wielerploeg. Oké, en dan, dat is eigenlijk een beetje de voorbereiding voor wat ik dan nu doe. Zijn we eigenlijk bezig met een visuele taal te maken, eigenlijk met vormen die eigenlijk terugkomen. Heel simpele vormen. Voor mij liefst,
dat er zoiets... Het zijn 2D-simpele vormen, maar er zit zo precies iets 3D-achtig in, of niet, of wel. Het moet een eigen karakter hebben. Het is het grootste festival. Dat willen ze wel. En ze willen er eigenlijk wel koppig in doorzetten. Anderzijds, wat dat heel hard scheelt met bijvoorbeeld een groot technofestival, is dat artiesten die komen, vind ik, mogen ook niet gestoord worden in hun shows. Die hebben eigenlijk allemaal hun eigen grote shows bij. En je moet eigenlijk een soort van neutraliteit toch hebben. Dus bijvoorbeeld Tomorrowland, dat is echt een Efteling. Dat is heel chic gedaan, maar je kunt het eigenlijk niet doen. Vandaar nog een show van Muse in te zetten of zoiets, omdat die hun eigen ding bij hebben. Dus je moet eigenlijk een soort van... Allez, ik zie dan liefst dat het is daarmee dat dat eigenlijk altijd zwart is met iets in. Maar dus dat gaat eigenlijk, kunt er eigenlijk, ja, dat zijn we aan het zoeken. Dat zijn dan geen letters, maar ja, een soort van beelden die altijd terugkomen. Illustraties, die we dan eigenlijk toepassen in heel de vormgeving. Voilà, dus dat moet echt, ja, dat is het podium. Dat is dan een inkom, die dan met al zijn technische problemen die moet aangepast worden voor een ander festival. Dus dan voor TW Classic doen we maar een klein stukje dat we eraan veranderen. En dit zijn eigenlijk de grote schermen. Dat zijn ontwerpjes die we op de grote schermen zetten. Dat is eigenlijk gekomen het jaar dat Pearl Jam er kwam, hadden die grote schermen bij, 16:9. En is er eigenlijk een soort van nieuwe communicatie ontstaan. Omdat je nu die schermen zijn zo groot dat je echt van achter op het festivalterrein eigenlijk dat heel goed kunt volgen. En dat we er heel veel boodschappen op zetten. En eigenlijk is dat ook een, ja, echt een deel van het van een huisstijl geworden, die schermen, en wat we ermee doen. Terwijl dat vroeger was, dat eigenlijk werden alleen de shows, de live shows erop opgezet, maar je zegt dat ook niet zo heel goed. Maar nu kun je echt van achter perfect volgen. Dit is ook zo in die dingen waar je dan die letters en die vormentaal bij inzet voor een nieuwe tint. Voilà, dus dan zoiets echtig. En perfect, ik ben klaar. En Winkie doet tegen, stop ermee. Voilà. Ja, dat is juist. Dit is wat ik nog even zeggen. Ik spreek soms over wij en soms over ikje. De Tom Suikers, die in een bril. Dat is de rode. Ik werkte vroeger altijd alleen, maar nu werken we meestal met twee. Het verschil is, hij heeft wel geduld en ik niet. Dat is heel goed samenwerken. Voilà, dankjewel. Omdat er te veel woorden waren om uit te kiezen. Maar ja, als ik dan... Dat was helemaal in het begin. Als ik dan luister, dan denk ik eigenlijk van... Constraints favor creativity. Je zet jezelf graag grenzen of constraints, want als het veld waarin je werk kleiner is, dan ben je verplicht om meer creatief te zijn. Klopt dat? Of ja, ja, ja. Voel je dat komt eigenlijk, dat komt eigenlijk, wat ik nu over heb. Ik zit ook bij de Kakiewieten. Dat is een soort... Een theatergroep. En wij maakten zo stukken, toneelstukken. En in het begin was dat van, oh, we doen iedereen, doe maar wat. En dan maakten zo, je ziet dat soms nog, dan kreeg je nog in toneel, kreeg je dan collages. En zeggen ze van, ja, het is een soort van collage. Ik heb er altijd een beetje schrik van. Ik denk dat de mensen dat niet echt hebben gekozen. Dat was bij ons in het geval, hè, want ik zei van, ik ga moppen vertellen in een berenpak. En dan Adriaan van den Hoofd die zei, maar ik wil iets heel serieus doen, dus ik vind niet dat jij die moppen moet vertellen. Ik zeg, joh, maar dan vind ik ook niet dat jij iets serieus... We doen dat allemaal en gaat zo een brei. Daarna speelden wij Pinocchio, bij wijze van spreken, in een caféetje, heel klein, zonder mogelijkheden. En dan voelde iedereen, wist heel goed waar het mee bezig was, en dat zag er gewoon, dat was veel beter. En ik heb dat nog altijd, en ik denk dat dat in mijn vak als grafisch ontwerper wel goed ten pas komt. Ze vragen ook zo van... Ja, is dat kunst wat je doet? Ik denk dat... Nou, wat is kunst? Dat is een heel andere discussie. Maar ik denk wel dat dat is dat je dan kunt doen wat je wilt of zoiets. Wat wilde brengen of zo. Terwijl ik zit wel... Dat is toegepast. Wat wij doen is toegepast. Dat wil zeggen, men vraagt iets van ons en wij beginnen daarmee. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. En ik voel me daar wel heel goed in. Als ik daar iets of wat kan beperken. Als ik daar een keuze in kan maken van tot hier. En de rest doe even niet mee. En met taal is dat is iets dat in mijn hoofd zit. Dan zie ik zoveel woorden die je kunt gebruiken,
En dan begin ik, ja, dan weet ik het gewoon niet goed. Als ik er dan aan begin, dan lukt dat wel. Maar het is zo, die beginfase is altijd de lastige. En met beeldend heb ik dat minder. Ja. Ja, maar ik heb ook het gevoel dat ook in het beelden dat je jezelf kent. Dus dat je eigenlijk eerst... dat het van de beperkingen is dat de creativiteit komt. Bijvoorbeeld ook dat medaillon en die woorden en die tekening en alles. Ik bedoel, het is door jezelf beperkingen te zetten dat je verplicht bent om de creativiteit te laten. Ja. Om op een zekere manier je creativiteit te laten spelen. Ja. Ja, inderdaad. Maar is dat niet altijd zo binnen wat wij doen als grafisch, als ontwerpers, denk ik? Je hebt bijvoorbeeld met die medaillon, bijvoorbeeld daar is dat... Die vormen moesten simpel zijn, omdat je het anders niet kunt maken. Dat machine kan dat niet aan. Hè. Die zegt, als ik zeg van zo hele fijne lijntjes en heel, dan zegt die mens van die dat moest gieten, van ja, maar dat gaat dat machine niet aankunnen. En die dieptes zijn wel... Dus je houdt daar rekening mee. Voordat ik grafisch heb gestudeerd, heb ik nog productontwikkeling gedaan. En dat is eigenlijk een richting waar dat de hele tijd op het productieproces moet kunnen samengaan met uw ideeën of zo. Misschien zit dat er daarvoor in. Maar als ik dat dan doe, dan voel ik mij er wel heel goed bij. Zo. Dus bijvoorbeeld als wij met televisieprogramma's bezig zijn, zo de generieken en zo, vanaf dat beslist is welke richting dat we uitgaan en wat we gaan doen, dan vind ik het plezant. Heb je nog een vraag? Ja, jullie zijn met twee, maar de dingen die jullie doen, zijn denk ik enorm veel werk. Jullie hebben heel veel opdrachten. Zitten er achter jullie twee nog heel wat andere mensen die hier op freelance basis mee doen? Illegale Roemenen. Nee, maar je moet dat een beetje, als je zo'n presentatie doet, dan zie je heel veel werk. Maar dat is natuurlijk over een tijdsperiode. Maar het is wel zo dat wij werken wel met tweeën, maar ik denk... heel functioneel in de zin van, wij hebben geen accounts of zo. Dus als er een opdracht binnenkomt, dan is een van ons twee, gaat er naartoe, luistert, weet eigenlijk heel goed waar het over gaat. Ook in een briefing, ik wil altijd een mondelinge briefing hebben en ook een mondelinge presentatie doen daarna, omdat wat de mensen ervan vinden, is heel belangrijk, ook wat ze niet zeggen. Maar je voelt wel heel veel ertussen van, ah ja. Of gewoon als je de mensen ziet, dan ja, om te zeggen. Ik ben vorige week bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd geweest. Die wou verjongen. Of die zijn ermee bezig voor een nieuwe huisstijl. Ik ben er geweest. Ik ben gaan praten. Maar ik geloof ze niet. Allee, ik heb dat ook gezegd. Dat was niet zo goed misschien. Ik zeg, ik denk dat jullie willen verjongen, maar ik geloof niet dat, als ik ze zag zitten, ik geloof niet dat je dat echt meent. Ik denk dat ze het gezegd hebben dat jullie dat moeten doen. Of zoiets. En dat is wel zo met eender waar, een organisatie of een product of zo. Ik denk wel dat dat heel, als dat zuiver en puur en gemeend is, vandaar heb ik ook mijn woord gepakt, oprecht, ik denk dat dat een hele goeie is, dan klopt er gewoon heel veel meer of zo van die dingen. En dan kun je eigenlijk wel, denk ik, veel aan. Maar er is, ja, nee, er is niet, het zijn er maar twee. Ik heb misschien wel een bijvraag. Bijvoorbeeld de stijl van Rock Werchter, ja, er is hard op gewerkt voor dat vorig jaar, dan een jaar later is er weer een nieuwe stijl. Wat is het belang van zo'n nieuwe stijl voor Rock Werchter? Waarom willen zij vernieuwen altijd? Eigenlijk heeft het te maken met die symbolen, die simpele symbolen, die zijn we gestopt. Eén, omdat ik had geen nieuw simpele symbolen. Ja, en ik wou ook niet geen ingewikkelde dingen maken, want dat marcheerde niet. Dat moest echt simpel zijn. En dat weer heel hard gekopieerd in het buitenland. Dat was een festival in Denemarken die dat eigenlijk overpakte. En dan zijn ze nogal gevoelig aan. Ik vond dat niet erg. Nog iemand? Ja, het sluit er een beetje op aan. Ik kan me voorstellen, als je creatief bent en je maakt dingen, er gebeurt heel veel op het gebied van grafische vormgeving. Hoe zit het met de concurrentie? Want je werkt nooit samen met elkaar, maar je ziet wel wat andere mensen maken. Ja. En ook zo het idee van, hé, die heeft dat van mij gepikt, wat heeft die... Ah, dat is van mij. Of is dat niet iets waar jullie mee bezig zijn? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik denk... Ik heb er eens met de Geert Doorman over gehad. Ik denk... ik doe dat heel graag, dat vak. En ik vind dat heel interessant, omdat je eigenlijk met heel veel verschillende mensen in contact komt en horen wat... Bijvoorbeeld als wij
Een nieuwe opdracht krijgen, is dat soms over een product of over een organisatie die ik totaal niet ken. Dat ik eerst, want het is eigenlijk pretentieus dat je zegt van ah, deze is uw logo, deze moet hem zijn, terwijl eigenlijk kende die organisatie niet. Dat is ook een van de redenen dat ik dat raar vind dat je in van die pitchen al iets moet voorstellen. He, dus dan vraag 3 man, laat die pitchen. Eigenlijk doen we dat niet, omdat ja, dat is heel pretentieus te zeggen deze moet het zijn, terwijl je eigenlijk nog geen goede briefing hebt gehad. Hoe kunnen we nu weten wat die willen? Dus dat vind ik een heel lastige. Maar wat dat wel interessant is, je werkt per opdrachtgever. En dat is wel tof. En mijn oeuvre is niet zo heel belangrijk. Je hebt wel een hoop gasten, vind ik, dat je nu heel veel ziet, die meer met een oeuvre bezig zijn. En als je daar niet in past, dan kun je ook niks met hun gaan doen. Ofzo. Dat vind ik dan een gekke. Ik zie dat echt wel als een toegepast beroep. Ofzo. Hoe zeg je dat? Geen kunst. Er was nog een vraag daar, misschien moeten we daarmee afsnellen. Ja, ik was aan het denken van toen ik uw werk zag voor ook Wegen, dat je inderdaad elk jaar een totaal andere stijl doet. En ik was aan het denken van, oké, dat is wel knap dat het zo druist in tegen alles wat je leek bij branding, dat het altijd heel herkenbaar en hetzelfde moet zijn. En ik vroeg me af, is het omdat het zo bekend is dat je natuurlijk kunt permitteren, bij wijze van spreken, om elk jaar iets anders te doen? Het is ook niet elk jaar. Ja, maar het is ook niet elk jaar. Het is eigenlijk zo simpel. Het is om de 3 jaar zijn die podia afgeschreven. Dus eigenlijk is dat dat. Dus dan dat ze zeggen van, we gaan dat nog eens opnieuw doen. En, maar het is wel zo. Bijvoorbeeld met de merchandising werken we met mensen samen. En die zeiden van, dan komen die met van alles op de proppen. En die zeggen van, ja, deze is nu de trend. En ik heb altijd zoiets van, ja, is nu de trend? Ik bedoel, dan kan ik op de mei ook gaan wandelen. Dan zie ik dat ook. Dan moeten we niet. We moeten dat festival. En waar? Je moet een trend zelf zetten gewoon. Je kunt dat, je moet er niet pretentieus rondlopen, maar eigenlijk kun je dat permitteren voor dat te doen ofzo. Dus dat vind ik wel. Plus de samenwerking met Rockwerchter is echt heel hard gebaseerd op. Dat is een enorm vertrouwen, dus ga ik echt mijn goesting doen. Omdat met iedereen die daar werkt, is van, oké, Tom doet de vormgeving, de Walter is verantwoordelijk voor de podia en zo. Er komt ook niemand tussen. Dus niemand stelt dat eigenlijk. Allee, er wordt wel die zeggen, hè, dus van, ik vind dat niet schoon of zo. Dat zeggen die even goed natuurlijk. Maar je aanvaardt dat wel heel hard. Oké, je vindt dat niet schoon, want daarom en daarom en daarom. Dat is altijd een reden of zoiets. Of bijvoorbeeld met de polsbandjes. We weten dat de mensen dat echt bijhouden. Er zijn er ondertussen zoveel dat die kleuren is wel van belang. Welke kleur dat wij is, daar wordt wel rekening mee gehouden. Maar dat is eigenlijk heel. Dus eigenlijk voor het. Die kleuren zijn ook de laatste dag is de lichtste kleur. Omdat ze rekening houden, de mensen zijn heel creatief op het festivalterrein zelf. Dus als ik de laatste dag zwart zou pakken als bandje, dan kun je met dat van uw donderdag, dat wit bandje, kun je ook nog zondag binnen. Dus dat pakt niet. Dus dat wordt eigenlijk omgedraaid. Zo zijn ze wel bezig. Dus... Alright, we moeten afsluiten. Dat is eigenlijk al zwaar ook. Heel erg bedankt.